Welkom op Web City. Web City is een onderdeel van het programma van Europe by People. Het officiële Arts and Design programma van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. We staan hier op de Kop Java-eiland in Amsterdam-Oost. 500 meter weg van de plek waar de officiële vergaderingen plaatsvinden. En hier zijn we met z'n allen de stad van de toekomst aan het bouwen. De zelfvoorzienende stad. De stad die locally productive is en globally connected. En waar 400 studenten samen met mensen uit het bedrijfsleven, met ontwerpers, met kunstenaars, met mensen uit de gemeente, van het Rijk en wetenschappers aan het werken zijn aan die zelfvoorzienende stad. We gaan een kijkje nemen. Dit is werkplaats nummer 2, de werkplaats van het Wikkelhuis. Dit is de constructie of eigenlijk de machine waar het wikkelhuis in gemaakt wordt. Je ziet een frame en dat frame dat draait rond. Achter de vrachtwagen, want dit is een oplegger, achter de vrachtwagen hangt een grote rol gerecycled karton. Vanuit houtsnippers gemaakt. Dit apparaat draait 24 keer rond. Wikkelt dat karton om dat frame heen. Doet daar een lijm tussen, dat hardt uit. En dan heb je eigenlijk een element waarmee je een huisje kan bouwen. En als je hier kijkt, zie je eigenlijk zo'n element. Op deze manier worden dan die elementen aan elkaar geschakeld. En je kan er ook een element met functies inbrengen. Met toilet, douche en een plek om te koken. En op deze manier stel je eigenlijk je eigen huis samen. Ondertussen lopen we aan het hennephuis voorbij. Huis wat volledig gemaakt is uit hennepvezels. Dit is de Tiny Tim, een van die tiny houses die hier op Web City staat. Wat deze interessant maakt is dat ze ervan uitgegaan zijn dat ze ook in de kosten laag moeten blijven. Dus dit hout is niet geschilderd, maar dit hout is gebrand. Ik heb me laten vertellen dat het Japanse historie is en Poor Man's Paint heet. Want met deze bewerking is het water afstotend en zeer duurzaam. Het is voorzien van allerlei slimmigheidjes. Want deze trap om uiteindelijk in je bed te komen zijn tevens de opbergkastjes van de keuken. Wat mooi is om te laten zien is dat er hier een waterzuiveringswand is. Waar het water wat binnen wordt gebruikt weer tot hergebruik leidt. En waar ook het regenwater in wordt opgevangen. En uiteindelijk weer drinkwater wordt. En je ziet op het dak verschillende manieren om de energie op te wekken. Zowel met wind als met zon. Dus dat is een mooie uitdaging hier op Web City. Die zelfvoorzienendheid staat eigenlijk in al die vraagstukken, in al die opgaves centraal. U heeft een kijkje kunnen nemen op Web City. Web City is nog geopend tot eind juni. Alle werkplaatsen zijn elke dag geopend om een kijkje te nemen. Alle paviljoens kunnen betreden worden en zo kun je inzicht krijgen in de stad van de toekomst. De zelfvoorzienende stad. Tot dan.